Kunnen jullie me horen? Want het is een beetje een lawaaitje. Hey, hallo. Welkom bij deze Wat ik allemaal eet op een dag video. Ik ga vandaag alles, maar dan ook alles laten zien wat ik eet. Ja, het is nu ochtend. Oeh, krak. Het is ochtend, dus ik begin met een ontbijtje. Nou, ik ben al een tijdje wakker, maar ik eet nooit gelijk. Dat vind ik niet. Nou, gewoon geen trek in, geen honger. Ik drink dan wel altijd heel veel. Ik heb nog geen koffie gedronken, maar ik heb wel heel fout een cola zero op en 2 glazen water. Ik sport, dus daar is mijn eten ook op aangepast. Dus ja, als je niet zo heel veel beweegt, dan zou ik niet zoveel eiwitten eten zoals wat ik doe. Ik sport nou minimaal 3 keer in de week en dan ook echt lang. Meestal wel een paar uur sta ik in de gym te trainen. Deze week ga ik zelfs 5 keer, misschien 6 keer. Het hangt er nog een beetje van af hoe het allemaal een beetje loopt. Dus omdat ik zoveel sport en spieren wil opbouwen en mijn spieren wil herstellen na het sporten, neem ik dus meer eiwitten dan normaal. Ik begin mijn ontbijtje lekker met een gebakken uitje. Ik vond nog allemaal groenten in de koelkast. Ik heb hier sugar snaps, tomaat en ik heb toevallig nog wat prei over. Dus ik ga eerst de prei bakken. En dan de rest. En dan gooi ik er een eitje overheen. En is dat mijn ontbijt voor vandaag. Lekker koffie drinken. Yummy. Oeh, bijna op. Nieuwe erin. Oude eruit. Oh. Had ik hem er niet goed onder gezet. Ik had hem er niet goed onder staan. Oh my god. Ah, precies. Voor het esthetische hoef ik het niet te doen vandaag. Maar cheers. Ik heb dus gewoon cappuccino. Ik heb een cupje van espresso. Ik weet even niet meer welke. En havermelk. Altijd havermelk of kokosmelk. Af en toe soja, maar meestal haver. Mijn eitje is hartstikke aangebakken. Of nee, niet aangebakken. Hij is kapot. Want ik wilde gewoon een mooi net eitje. Maar de pannen die zijn klaar. Dus ze zijn over en uit. Dus ja, nu we het daar toch over hebben. Over pannen. We hebben een paar hele mooie nieuwe pannen. Tenminste, gewoon pannen. Maar dit is dan een extra deksel. Een 24 centimeter koekpan. Eigenlijk die we al hadden. En 24 centimeter. En eentje een 30 centimeter. Dus die is echt huge. Perfect. Het is natuurlijk een groot gezin. We zijn met z'n 7e. Niet altijd allemaal tegelijk. Want samengesteld gezin. Co-ouderschap. Maar goed. Deze kan ik nog steeds wel gebruiken. Maar niet voor dingen die niet kapot mogen gaan. Dus prima om eventjes in roer te bakken. Gewoon in te roeren. En weet ik het allemaal. Maar voor dit was het niet zo handig. Dus mijn eitje is kaduk. Nou, het is uiteindelijk gewoon een soort scrambled egg geworden. Maar wel super lekker. Ik ben hier aan het werk. Ik ga voor Chris, dat is mijn vriend, ga ik een voedingsplan uitwerken. Ik was op zoek naar recepten. Hij is standaard, werkt lange dagen, werkt hard. Snoept soms nog wel tussendoor en hij wil afvallen. Gezonder eten. Dus ik ga food preppen voor hem, voor zijn lunch. Zodat het allemaal wat beter gaat. Hi, hi. Ben ik weer. Ik ben even aan het opruimen in de slaapkamer. En het is, even kijken hoor. 3:05 en ik zit nog steeds vol van mijn, hele late ontbijtje dan. Dus ik ga eventjes aanpakken en daar ligt nog van de badkamerla die ik helemaal heb organized. Ik weet niet of jullie dat toevallig hebben gezien in mijn short of heb ik het in deze video verwerkt of in de vorige. Ik weet even niet meer wat ik allemaal heb gefilmd, maar deze badkamerla, dat was echt één zooi. Nou, en nu
Dus die heb ik helemaal opgeruimd. Hier is mijn laadje met alle haarproducten die ik vaak gebruik. Nou ja, vaak gebruik als ik mijn haar ga stylen, zeg maar. Tweede laadje. Nou, deze had ik eigenlijk er niet in zitten. Maar ik heb allemaal nieuwe producten. Dus ja, ik heb deze niet echt meer nodig. Dit was eigenlijk een beetje een noodgeval, want ik had niks meer. Ik moest even snel wat hebben. Dus had ik deze gehaald. Maar dit is dus mijn self-tan die ik één keer in de week gebruik. Body lotionnetjes. Heb ik deze maar even bij gedaan. Nou ja, dit heb ik ook wel. Ik vind het wel handig voor mijn mascara. Mascara af te halen. Want ik heb eigenlijk gewoon een cleanser die ik gebruik voor de rest van mijn gezicht. Super lekker. Dus een hele refreshing scrub cleanser. Maar hij is heel subtiel. Doet geen zeer. Het is echt heel fijn. Dus ik denk voor gevoelige huid dat het ook wel lekker is. Nou ja, de föhn. Dit is krissenlaadje. En dan heb ik allemaal van die doorzichtige bakjes. En dat is zo ideaal. Want dan hoef je niet te graaien, te zoeken. Het is allemaal helder. Ontharingsspullen. Krissenlenzen. Nou ja, ik heb hier dan nog wat bath bombs die ik over had. En die waren zo rommelig. Dat was aan het lekken. Ik denk, nou, doe ik het even in een bakje. En hieronder, nou ja, dat is voorraad van Chris. Hier moet ik nog eventjes watte schijfjes in doen. Nou ja, al mijn elastiekjes. Nou ja, dit zijn... wat voor categorie? Nagelvijltjes, compietjes. Nou ja, dat dus. En dan heb ik hier, ja, ik ga met een tandarts. En dat is ook te zien. Er zit onder spullen die je niet elke dag nodig hebt. Want dat is niet handig. We spuiten elke dag drugs. Nee, grapje. Dit is bleekmiddel voor je tanden. Invisalign bakjes. Toothbrushes. Opzetstukjes bedoel ik. Tandpastaatjes. Nou, dragers. Allemaal heel handig. Dus hier ben ik eigenlijk wel blij mee. Deze bakjes zijn dus van de IKEA. En heb ik er ook nog één van, die is wat hoger. Ja, kijk, dit moet ik nog even doen hoor, jongens. Maar ik heb ook eentje die is hoger. En daar heb ik dan mijn haarstijlproducten in gedaan. Mijn krullers, stylers. En heb ik hem beneden ook in de hoge kast voor de tablets en de switches. En voor nu even, ik zit echt met ruimte issues. Want ja, Amsterdam hè, dus zoveel hebben we er ook weer niet. Ik heb hier maar eventjes de make-upjes gedaan die ik wat vaker gebruik. Of dat ik ze misschien weer wat vaker ga gebruiken. Alle lippenblootjes, lipglossjes. Nou, mascara die ik elke dag nodig heb. Mijn favoriete dingetjes eigenlijk hier. Nou, mijn luchtje die ik elke dag gebruik, bijna elke dag. Mijn skincare producten. Deze jongens, oh, echt een aanrader. De Brazilian Bum Cream. Niet per se alleen maar voor je binnen, maar voor je hele lijf. Echt love it. Mijn lippen dingetje. Mijn gezichtscreme. Al mijn serumpjes die ik gebruik. En of course, sunscreen die ik elke dag op doe. Dus dit is eigenlijk mijn everyday shizzle. Voor de time being heb ik even dit. Ik vind het niet echt mooi, maar ja, het is wel handig. Lekker even gesport en ik hou vaak... Na het sporten de Green Gains van Jonah Juice. Er zit extra proteïne in. Ik heb nu een beetje haast, want ik kreeg net een telefoontje van Chris. Voor degene die nieuw is, dat is mijn vriend. Dat zijn neef uit Italië is met de boot hier in de grachten. Dus we gaan even lekker een bootje varen. En het is super mooi weer, dus ik heb er echt heel erg zin in. Maar ik voel me super ranzig, dus ik ga even douchen. Klaarmaken. En dan gaan we lekker het water op. Yes! Maar goed. Nu valt mijn etensplan wel even in de soep. Bedoeld. Maar, oh, ik ben zo flauw. Ik wilde dus vandaag iets met sam maken. Ik dacht, zat te denken aan een tabouleh salade-achtig iets. Een couscous salade met allemaal verse kruiden. Helemaal vol. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan met gebakken sam erbij. En nog wat groenten. Dat is dus eigenlijk de bedoeling. Maar nu moeten we even snel iets grabben, bestellen onderweg. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Ik heb gisteren ook al Mackie gegeten. En die dag ervoor was... Dat hebben we eigenlijk ervoor gegeten.
Oh, ik weet het niet eens meer. Maar het was niet super goed de afgelopen dagen. Dus ik wilde vandaag eigenlijk even lekker gezond worden, want dan voel ik me het best. Don't get me wrong. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind snaaien, junkfood heerlijk. Oh ja, dat is het. Junkfood bar. Vegan junkfood bar. Ja, het is echt de afgelopen dagen waren heel erg. Dus overdag was top notch. Was awesome. Maar er gebeurden iedere keer dingen in de avond waardoor we maar gingen bestellen. Want ik ging gisteren naar de tandarts. Naar mijn vriend. Dus het werd super laat. En toen hadden ze iets van, oké, kom, we gaan wel even onderweg McDrive'en. Dus, not that great, maar wel lekker. Dus ik wilde vandaag eigenlijk weer gewoon even gezond doen. Dus dat moeten we nog maar eventjes kijken. Ik ga nu als een speer douchen. En ik zo weer terug. Toch weer patat. Ja, ze hadden dat gehaald. Ze vroegen of we ook wilden. Nou ja, oké, prima. Ja, en ook een wijntje. Nou, volgens mij had ik dat ook pas op de planning staan voor het weekend. Nou, twee kleine wijntjes. Dus misschien net aan één. Het was een heerlijk avondje. Kijk nou, prachtig scheepvaartsmuseum. En hier lagen we voor Pampus op de bank. Zo hebben we onze avond maar afgesloten. En dit is het gerecht wat ik dus eigenlijk wilde maken. Maar dat is nu een dag later. Ik wilde het nog even aan jullie laten zien. Ik had voor de liefhebbers had ik ook wat aardappelen uit de oven. Roast potatoes. Met tabouleh of een couscoussalade. Met bimi, dus asperge broccoli. En gebakken zalm. En als late night snack had ik nog trek in een toetje. Een kokostoetje met fruis, bosbessen en bramen. Love it. Sorry, frambozen. Oh my god. Nou, dit was hem dan weer.